trotse burchten die bovenop de bergen liggen. Mooie dorpjes, een schitterend schip en natuurlijk een reisleider, want daar zijn we trots op. En Fermien, jij bent een van onze reisleiders die heel vaak de vaarreizen mee helpt begeleiden. Wat maakt de vaarreizen zo bijzonder van Beter Uit? De vaarreizen, dat is juist een toch wat ander publiek. Mensen die wat rustiger aan moeten doen, ook willen doen. En ook heel erg genieten van de omgeving. Het gaat allemaal wat rustiger, het gaat niet zo snel voorbij. De indrukken die zijn beter te hanteren voor ze. En dat maakt het toch wel heel bijzonder dat om zo'n reis te doen. Ja. Wat mij opviel was de hartelijke verbondenheid. Er zijn hier bijna 100 mensen aan boord. Maar iedereen praat met iedereen en heeft het gezellig met elkaar. Nou, dat is dus ook zo. Dat je, er zijn mensen die komen met z'n vieren of met z'n zessen. Maar je merkt gewoon, het is één geheel. Het is één groot gezin. Nou, en dat maakt het ook heel erg mooi. Ja. En inderdaad ook die verbondenheid. Maar ook de gesprekken over geloof, over de verbondenheid. Met God, over het christendom, over zorgen en moeite die mensen hebben gehad. Maar ook de mooie dingen, die komen allemaal aan bod. En dat is gewoon heel mooi, bijzonder om dan ook zo'n reis wat mee te mogen maken. Wat motiveert jij jou om al zo lang reisleider te zijn bij Beter Uit? Wat is je motivatie? Ik ben ooit begonnen als reisleider van, het lijkt mij wel mooi, want ik interesseer mij heel erg voor de omgeving waar ik kom, daar wil ik van alles van weten. En het is ook mooi om dat dan te mogen vertellen. En dan kom je met mensen in aanraking en dat motiveert mij heel erg. De contacten, het bezig zijn, het mogen doorgeven van de liefde van God. En ook de hulp die God altijd geeft. En ook in alle mogelijke omstandigheden. Dat maakt het heel erg mooi. En zo doe je samen geloven, samen beleven, onze missie. Juist. Ja. Zullen we eens even naar het water gaan kijken? Want dit schip, dat is toch wel hoog. Kijk eens. Mooi, hè? Dit is prachtig. Dit is echt heel mooi. Dit is natuurlijk ook een van de mooiste gedeeltes van de Rijn waar we varen. En met al deze burchten en niet heel erg van het weer. Dat is weer gegeven strak blauwe lucht. En dat in het tweede deel van september. Erg mooi. Fantastisch. Dankjewel.